Uit Noord-Nederland zijn velen naar het gebied beneden de rivieren gereden, wetend dat daar weer 4 dagen achtereen alles op zijn kop zou staan. Om u ter wille te zijn, zullen we het weer even recht zetten. Dat kijkt nu eenmaal gemakkelijker. Met een onwaarschijnlijk groot uithoudingsvermogen is daar in elke bar, in elke kroeg en in elke beschikbare zaal gehost en gedanst dat de stukken eraf vlogen op de populaire slager van Mien, waar is mijn feestneus? De carnavalsprinsen, zoals hier een vorst van Eindhoven, doen met hun raden van 11 en vaak vergezeld van tansmariekes de ronde langs de volgepakte etablissementen. En dat gaat maar door tot de vroege dag. De huppelepupkes, zoals ze ook wel genoemd worden, trokken zich van de kou maar weinig aan. In hun luchtige kledij vormden ze een sterk de aandacht trekkende groep in de optocht die ditmaal in Eindhoven groter en bonter was dan ooit tevoren. De carnavalsverenigingen van het Lampengat, zoals de stad in deze dagen heet, wisten allerlei problemen en toestanden op vaak originele wijze te hekelen. Het protest tegen de hoge belastingen zal ook buiten Eindhoven weerklank vinden. En natuurlijk werd de stoet, zoals overal elders, muzikaal begeleid door de zoekgeraakte feestneus. De Uivers, de Volders, de Kolderstralen en hoe al die carnavalsverenigingen ook mogen heten, hebben dit jaar overtuigend aangetoond dat ze weten hoe carnaval gevierd moet worden en dat ze niet voor één lampengat te vangen zijn.